Wat er vandaag gebeurt is eigenlijk een heel bijzonder ritueel. Met een grote regelmaat vertrekt hier vanuit de Koninklijke Stallen een gala-berlin om een ambassadeur op te halen die zijn geloofsbrieven aanbiedt aan zijn majesteit de koning. Belangrijk is dat alles exact op tijd gebeurt. De klok is dan ook dominant aanwezig op de binnenplaats en dat maakt dat iedereen precies op tijd kan vertrekken en weer terugkomen. Het is een stoet eigenlijk van rijtuigen die opgebouwd wordt. Voorop rijdt de gala-berlin. Daarin wordt de ambassadeur opgehaald. En achter rijdt een landauer, een eenvoudiger rijtuig. En daarin wordt het personeel van de ambassadeur in meegenomen naar het paleis. En de berlin is eigenlijk het meest indrukwekkende type rijtuig. Het is een historisch rijtuig wat al ontwikkeld wordt in de 17e eeuw. Eigenlijk geldt hoe ouder, hoe deftiger. En dat alleen de ambassadeur een mag plaatsnemen in een gala berlin. En het is eigenlijk het oudste type rijtuig wat nog steeds rijdt. En dat is natuurlijk het bijzondere. En als je het meest berlin in een museum ziet, denk je nou, deze zal wel nooit meer in actie komen. Maar het tegendeel is dus waar. Met grote regelmaat en rijden dus hier in Den Haag gala berlins over straat. In de collectie van de Koninklijke Stallen zijn dus een heel aantal gala-berlins. En aan het eind staat het indrukwekkendste berlin uit de verzameling. En daar mag uitsluitend de koning en de koningin in rijden. De familie van Loon onderhield nauwe banden met het koninklijk huis. En het is waarschijnlijk ook om deze reden dat jonkheer Louis van Loon gedacht heeft, zo'n type rijtuig kan bij mijn stallen niet ontbreken. En eigenlijk dus heel laat, ver in de 20e eeuw, heeft hij dus een gala berlin laten vervaardigen. En waarschijnlijk gewoon naar voorbeeld van de gala berlins die in de koninklijke verzameling aanwezig waren. Het bijzondere is dat we nu die in restauratie is, alle onderdelen uit elkaar liggen, dat we even kunnen kijken wat de berlin nou een berlin maakt en waarom het rijtuig zo bijzonder is. Ja, dit is de zware balk die de twee assen met elkaar verbindt. Het wordt de flash genoemd. En daarin zit een knik. En dat was eigenlijk een van de revolutionaire ontwikkelingen bij het ontstaan van de berlin. Dat zie je hier dus ook mooi terug. En het idee is dus dat de wielen er dan perfect onderdoor kunnen draaien, zoals je ziet. En een van de andere typische elementen zijn de C-veren. De riemen hangen er nu niet in, maar je kan het zo eraan ophangen, waardoor deze stalen laagjes heel veel schokken opvangen en het laatste beetje door de leren riemen worden gedaan. Nou, we zijn hier bij de plaats voor de palfreniers die hier achterop kunnen staan. Die lopen met een trapje erop. Die kunnen zich hier aan vasthouden terwijl het rijtuig rijdt. En als het rijtuig stil gaat staan, stappen ze af en doen ze de deur open. En het woord palfrenier komt van het Franse woord frenier, wat remmen betekent. En op het moment dat het rijtuig stilstaat, moet dus eigenlijk de deur al openstaan. Nou, nog een van de elementen die een berlin tot gala berlin maakt, de galabok. Zoals je ziet, uitgevoerd met allerlei versierselen in de wapenkleuren van de familie. En in het zilver een helmteken dat verwijst naar het familiewapen. En de lampen die aan het rijtuig bevestigd zitten, die worden ook heel rijk versierd. Vaak in zilver of goud, om het extra feestelijk te maken eigenlijk. Ja, het is een van de allerlaatste gala berlins die in Nederland is gemaakt, zo niet de laatste. We vermoeden dat het rond 1902 is gemaakt, omdat het zilver op de bok in 1902 is gedateerd. Ja, het is eigenlijk een vrij archaïsch rijtuig. Dus het is waarschijnlijk wel echt gemaakt om een ouderwetse uitstraling te hebben. De ijzeren ringen rondom de wielen die moesten opnieuw strak gemaakt worden, zodat de spaken niet heen en weer kunnen. Laklagen die los zaten zijn weer opnieuw vastgezet. En de riemen waaraan het rijtuig hangt, dat is een van de belangrijkste onderdelen, die waren helemaal vergaan, dus die zijn helemaal opnieuw gemaakt. Het is niet heel duidelijk waarvoor het gebruikt is en dat maakt het ook eigenlijk wel bijzonder. Want in 1902 gingen de meeste mensen eigenlijk al over op het gebruik van auto's. Waarschijnlijk is het gebruikt voor feestelijkheden, gala's of optochten. En dat hij misschien op die manier zichzelf wilde presenteren op straat. Want aan de familiekleuren is natuurlijk ook meteen duidelijk dat het om de familie van Loon gaat. Het moet opvallend zijn geweest, zeker de kleurstelling en het archaïsche rijtuig zelf. Dus hij deed het er wel om, denk ik.